In het afgelopen weekend zijn er in het KKF-gebouw ruim 3400 personen gevaccineerd. De teller staat volgens de Laat je vaccineren website nu op meer dan 13.000 gevaccineerden en meer dan 22.000 geregistreerden. Zaterdagmorgen is tevens de 10.000ste persoon gevaccineerd. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid was persoonlijk aanwezig om erop toe te zien dat alles feilloos verliep. Daarbij kreeg hij de nodige instructies van cardioloog Javier Jesrun van het AZP, die ook de leiding heeft over de observatiegedeelte van de campagne. Jesrun legt uit wat de procedures voor, tijdens en na het vaccineren zijn. Sowieso de mensen die dat hebben gedaan, de registratie hebben gedaan online, een gedeelte daarvan is gebeld geworden, heeft een tijdstip, zodat we niet alle mensen op één tijdstip hier hebben. Anderzijds, als je niet gebeld bent geworden, mag je ook aanmelden. Tuurlijk moeten we een slag om de arm houden. Het kan zijn dat het heel vol is, dat we niet iedereen in staat zijn te kunnen helpen. Maar we hebben wel ingespeeld daarop en de capaciteiten wel zo gemaximaliseerd mogelijk om die groep ook te kunnen ontvangen. Dat zijn de 60-plussers, tussen de 40 en de 60 jaar ook. Dat zijn de mensen die bekend zijn met risicofactoren, de bekende suikerziekte, hoge bloeddruk, overgewicht, noem maar op. Die zijn ook welkom, nierziekten. En die kunnen zich ook aanmelden. Je kunt zich voorstellen als alle mensen op één tijdstip komen dat de wachttijd wat kan uitlopen. Maar we hebben toch gepoogd met zoveel mogelijk werkers om daar zo goed mogelijk op in te spelen. Jesrun zegt verder dat er tijdens de vaccinaties wel enkele gevallen zijn geweest van allergische aanvallen. Die hebben zich kort na het prikken voorgedaan, legt de medisch specialist uit. Hij geeft verder aan dat personen, in dit geval de seniorenburgers, met of zonder hun begeleiding pas na een half uur het KKF-terrein mochten verlaten. Indien zij wederom klachten krijgen, moeten zij dan hun huisarts raadplegen voor verdere instructies, zegt Jesrun. Dus de mensen worden wel op het hart gedrukt om de eerste dag en de tweede dag wat rekening te houden of alert te zijn op eventuele bijwerkingen. Ook geadviseerd om veel te drinken, eventueel een paracetamolletje. Maar bij hoge koorts of andere klachten die ze niet vertrouwen, bij de CT's zou je altijd de arts dan wel de spoedposten bezoeken. We hebben ook medicatie om die allergie tegen te laten gaan. We hebben voldoende en als die patiënt wil blijven liggen, mag hij net zo lang liggen als hij wil. Ik heb die aangegeven, kan ik niet meer naar mag gaan. Dr. Javier Jesrun, cardioloog bij het AZP, bijgestaan door een verpleegkundige van de observatie. In het weekend zijn er ruim 3400 personen gevaccineerd. Minister Ramadan hoopt nog 10.000 personen binnen een week te vaccineren.